Het is weer tijd voor de Bachelorette met uw host, dokter-professor, hoogleraar, meester in de liefde, Ome Matti. En dit keer gaan we kijken hoe je een diepe connectie creëert met een man. Wat een belangrijk element is van de relatiepyramide. In die piramide heb je al een eerdere video gezien, maar als je hem nog niet gezien hebt, klik dan eventjes hier. In die piramide beschrijf ik de verschillende niveaus waar je doorheen gaat met een man. Van ontmoeting tot blijvende liefdevolle relatie. En alle elementen die daarbij belangrijk zijn. En een van de problemen waar veel mensen in de liefde tegenaan lopen, is dat wanneer ze met hun date zijn, dat het dan leuk is, gezellig. Ze kunnen uren ouwe hoeren. En er is ook aantrekkingskracht en heel veel lust. En toch ontstaan er geen echte gevoelens bij die ander. Of toch is het zo dat wanneer jullie niet met elkaar zijn, dat je opeens dan helemaal niks meer hoort. Of dat jullie al een hele lange poos aan het daten zijn, maar dat er allerlei obstakels lijken waardoor die persoon maar niet voor jou kan kiezen. Een van de grootste problemen die ik hierbij zie, is dat er oppervlakkige aantrekkingskracht en connectie is, maar dat het aan de diepe aantrekkingskracht en diepe connectie ontbreekt. En zonder die twee cruciale elementen zou je merken dat een man of een vrouw minder snel gevoelens voor jou ontwikkelen en dus ook minder snel voor jou kiezen en echt een relatie met je willen. En zelfs als je toch in een relatie met die persoon komt, maar de diepe connectie ontbreekt, dan zal dit op de lange termijn de kans vergroten dat jullie alsnog uit elkaar gaan. Want dit is een behoefte die de meeste mensen in zich meedragen en die ze bevredigd willen zien in hun relatie met een romantische partner. Het moeilijke van diepe gesprekken voeren en een diepe connectie creëren is dat veel mensen het ook een beetje eng vinden om dat te doen. Er heerst een beeld in onze huidige cultuur dat de meeste mensen vooral op vluchtige, luchtige contacten zitten te wachten. En al dat zware gedoe, hè, want het woord zwaar wordt al snel gebruikt op het moment dat iemand vertelt over zijn of haar leven. Ja, dat doe je maar lekker ergens anders. Ik wil gewoon lekker plezier hebben tijdens het date, friends with benefits, scharrelrelaties en de rest zit ik niet op te wachten. Als jij die boodschap koopt en denkt dat mensen daar echt gelukkig van worden en dat alle mannen die je ontmoet, dat je een beetje moet doen alsof jij daar ook van bent, omdat ze jou anders te snel vinden gaan of te veel vinden, dan doe je jezelf tekort. Er zijn ontzettend veel mannen die juist een verademing vinden op het moment dat jij die diepe connectie met hen durft aan te gaan, omdat dat een gebied is wat hen ook gigantisch veel vervulling kan brengen. Maar mensen krijgen dit niet aangeleerd. In de huidige datingcultuur is het zo dat, ja, allemaal als je veel op online dating apps zit, dat het toch al snel in het oppervlakkige en vluchtige blijft hangen. Dat mensen verschillende opties hebben, niet echt voor iemand durven kiezen en daardoor ook minder investeren in een bepaalde persoon om die diepe connectie tot stand te laten komen. En als jij je mee laat nemen door het momentum van die hedendaagse datingcultuur, zijn dat ook de resultaten die je gaat krijgen. Helemaal wanneer je dan ook in het verleden al wat dingetjes hebt meegemaakt dat mannen toch gaan afhaken op het moment dat jij je gaat hechten, kun je denken van ja, mannen zitten daar gewoon niet meer zo op te wachten. Maar dat beeld berust op een mythe. Want op het moment dat jij anders in de liefde gaat staan en juist een cultuur brengt waarbij je laat zien van hey, met mij kun je heel veel plezier hebben en we kunnen het luchtig hebben en we kunnen op allerlei spontane avonturen gaan. En ik heb ook die diepe kant waarbij ik nadenk over het leven, mezelf bloot durf te geven en kwetsbare gesprekken wil voeren, dan word je zelf een veelzijdig persoon, waardoor de nieuwsgierigheid van de ander richting jou alleen maar groter wordt, waardoor ze meer gaan fantaseren over jou en na gaan denken over jou van oeh, wat valt hier nog meer te ontdekken? En fantasie is een belangrijk onderdeel van verliefdheid, want dan gaan we namelijk een beeld creëren van de andere persoon dat we willen ontdekken en daarnaar verlangen. En hoe meer we aan die andere persoon gaan denken, hoe meer we de obsessie voeden en verliefdheid is een lichte obsessie. Je bent heel erg bezig met het ontdekken van die andere persoon en je hoopt dat die persoon jou ook leuk vindt. Dus wanneer jij meerdere kanten in het daten brengt, zul je niet alleen een aantrekkelijke persoon worden, maar je zal ook verschillende kanten van de persoonlijkheid van de man met wie je date stimuleren, waardoor hij ook het gevoel krijgt van wow, hoe ik bij haar in het contact ben, zo ben ik niet bij andere vrouwen. Daar blijft het misschien toch heel gezellig en leuk, maar ze zien me niet voor wie ik echt ben. En als jij die dynamiek wel in het daten weet te brengen en dat is de cultuur waar jij in gelooft, waar je voor staat en wat je uitstraalt, dan zal je mannen aantrekken die daar ook in mee kunnen gaan. En je kunt van alles over de Bachelorette zeggen, dat het een programma is waar Sylvia misschien alleen aan meedoet omdat het goed is voor de carrière en dat alles gestaged is en noem maar op. En ja, er is zeker een element daarvan. Het blijft natuurlijk een tv-show, maar ondanks al die variabelen die het wellicht des te moeilijker maken om een diepe connectie met iemand te creëren, omdat er de hele tijd camera's bij zijn, vind ik dat Sylvia dat ontzettend goed doet.
en dat ze deze kant van zichzelf echt durft te laten zien op tv. En omdat zij daar het voortouw in neemt, zie je dat de meeste mannen haar durven te volgen. En ik ga nu een fragment pakken tussen Sylvia en Samee, waarbij je Sylvia die open, kwetsbare en diepe connectiecultuur ziet creëren. Je ziet dat ze dat uitstraalt en dat het daardoor voor Samee veilig aanvoelt om die kant van hem ook te laten zien. En Samee, die wil ik eventjes spreken. En ik dacht, hoe mooi is dat met zonsondergang om even een diepgaand gesprek met hem te voeren. De reden waarom ik dit zo krachtig vind is omdat Sylvia in eerdere afleveringen al heeft aangegeven dat ze Samee een mooie jongen vindt, vooral zijn glimlach. Dus qua oppervlakte aantrekkingskracht zit het goed. Ze kan ook met hem lachen en ze kan gewoon gezellige gesprekjes voeren over koetjes en kalfjes. Ze heeft het over Afghaans eten gehad met hem en waar hij precies vandaan komt en noem maar op. En nu voelt ze van oké, die basisingrediënten zijn er, maar kan ik ook de diepte ingaan? Kan ik hem ook gaan bewonderen voor de persoon die hij is? Kan ik me kwetsbaar opstellen bij hem en kan hij dan daarin meegaan? En het is belangrijk om dat te testen, want als een man jou niet interessant vindt op dat diepere niveau of hij kan daar niet in mee, dan is er een heel groot gevaar dat je aan de oppervlaktekant blijft hangen en dus in friend with benefits, scharrelrelaties komt of dat iemand zoiets heeft van ja, ik vind het wel heel leuk met je en je bent echt een leuke vrouw, maar ik voel het toch niet. En dat voorkomt ze door de omstandigheden te creëren waarin ze haar eigen liefdescultuur laat zien aan Samee en hem uitnodigt om die cultuur te ervaren en kijken of ze daar samen een mooi moment kunnen hebben. Nu, het blijft een tv-programma, dus het is een beetje een onnatuurlijke situatie, want er zijn ook twee andere mannen mee op deze date. Het is een groepsdate. Maar ook hoe ze dat weer aanpakt met transparantie en humor, daar smul ik van. Had jij verwacht dat ik je zou meenemen op deze date? Ik dacht, iedereen gaat wel denken even op. Ja. En we hebben elkaar niet echt gesproken. Nee, daarom. Daar gaat het ook een beetje om. Ja, ja nee, ik dacht bij mezelf, ik neem jou ook mee. Dan kunnen we zo meteen even gezellig kletsen bij zonsondergang. Lijkt me enig. Enig. Ja. Hier zie je dus dat Sylvia ervoor uit durft te komen dat ze het belangrijk vindt dat ze een goed, diep gesprek kan voeren met een date om erachter te komen of de potentiële partner kan zijn. Maar tegelijkertijd houdt ze de sfeer ook lekker luchtig en speels. Wel achter de lijn blijven, hè? Ik blijf zeker achter de lijn. Ik zit op de goede kant van de lijn. Doei! Helaas. Ja, prachtig. Want door deze grap te maken, zelf hard te lachen, nodigt ze de andere twee mannen op een hele natuurlijke manier weer uit in het gesprek. En wordt het voor hun ook niet awkward. Zo van, oké, ja, blijkbaar wil ze met Samee praten en zitten wij hier een soort van bij. Nee, ze houdt het hierdoor leuk. En daardoor wordt het niet zwaar of een beetje een gek moment. Maar hebben die andere twee gasten zoiets van, oké, ze ziet ons nog steeds. Het is ook nog, ze is ook nog steeds warm naar ons toe. We begrijpen de situatie. Ze is heel transparant. Ze laat zien wat voor haar belangrijke waarden zijn. En dat maakt haar alleen maar weer aantrekkelijker. Dus ontzettend goed gedaan. En laten we nu dan gaan kijken naar het daadwerkelijke gesprek dat ze voert met Samee. Hoe ik het vind? Ja. Oh, ik vind het helemaal gezellig. Helemaal leuk. Ja, ik ben blij dat je er bent. Ja, ik vind het ook wel leuk om even hier te zijn. Ja, maar ik ben ook heel erg benieuwd waar je echt precies... Ja, waar kom je vandaan en waar ben je nu? Hoe sta je nu in het leven? Ja, nee, kijk, weet je wat is? Ik ben nu wel zo 33 gemaakt. Ja. Ik heb wel heel veel levenservaring. Ja. Ik ben, zie je ook wel. We zijn Afghanistan uitgevlucht toen ik 5 was. Ja. Maar dat kwam ook op een gegeven moment. Was mijn zus neergeschoten in Afghanistan. Wat zeg je? Ja, met de Kalashnikov. Ja, zo'n grote machinegeweer. En dat was voor mijn vader de druppel. Dat is heftig zeg. En voor je vader was dat de druppel. Ja. Want dat snap ik. En wat gebeurde er toen? Nou, hij had het gevoel van, mochten we allemaal nog in Afghanistan blijven wonen en niet weggaan, dan zou sowieso niet iedereen van ons het gaan overleven. Gezien de oorlog, ja, et cetera. Toen zijn we naar Rusland gegaan. Ja, een ontzettend heftig verhaal. En diep respect voor Samee, voor alles wat hij heeft meegemaakt en hoe hij dan toch zo vol in het leven staat. Dus een diepe buiging, Samee. Maar ik wil het toch nog even in een grotere context plaatsen van, oké, wat als je met iemand date die heftige dingen heeft meegemaakt? Een van de gevaren daarbij is dat je in een psycholoog gaat veranderen. Vooral op het moment dat iemand, op het moment dat jij met hem date, nog worstelt met die problemen. En weet altijd dat het heel mooi is. Ik zie dit vooral bij mensen met een hele lieve kant. Vaak ook dames die in de zorg werken. Weet dat het heel mooi is dat je die empathie hebt. Maar weet ook dat je nooit de rol van psycholoog of hulpverlener aan wil gaan nemen in een relatie. Dan kom je snel in een codependency relatie terecht waarbij jij als het ware je eigen behoeftes aan de kant gaat schuiven om de ander maar gelukkig te maken. Soms zijn dit patronen die voortkomen uit het feit dat je een ouder hebt gehad die
het zwaar had in het leven. En jij zoiets had van oké, ik zet mijn behoeftes maar aan de kant ten behoeve van het geluk van mijn ouder. Want dan hoeven ze geen zorgen te maken over mij. Misschien was er überhaupt geen ruimte voor jouw behoeftes. Weet je, het kan overal vandaan komen. Misschien is het omdat je zelf erg onzeker bent. En als je focus bent op de problemen van de ander, hoef je niet over je eigen shit na te denken. Wat het ook is. Dit zijn vaak wel de momenten waarbij je jezelf ook kunt verliezen in het contact. Als je dit bij jezelf herkent, of misschien zit je hier zelfs middenin, ga jezelf dan afvragen van oké, sta ik wel in contact met mijn behoeftes? En wat is nou eigenlijk echt belangrijk voor mij in een relatie? En offer ik de cruciale eigenschappen van een gelukkige relatie niet op ten behoeve van de ander? Om niet afgewezen te worden. Om de ander niet te verliezen. Want als je dat doet, is dat een recept voor een ongelukkig liefdesleven. Dat even als een stukje grote context. Omdat dit een patroon is wat ik vaak bij vrouwen zie. Maar we gaan nu gewoon weer helemaal terug naar het moment tussen Samee en Sylvia op een boot. Ergens op het water in Zuid-Afrika. Of misschien zijn ze wel heel ver weggevaren naar Antarctica. Wie weet, ik verwacht het niet. Want het is voor mij nog heel zonnig. Geen idee waarom ik deze informatie erbij geef. Maar hier is die informatie, alsjeblieft. We gaan in ieder geval terug naar het fragment. Veel van Afghanistan zijn naar Rusland gevlucht, hè? Ja. Dat weet ik. Dus daar 3 jaar gewoond. Hebben we 3 jaar lang gewerkt. Geld gespaard. Hard gewerkt en gespaard. Ja. Dan richting Nederland. Richting Nederland. Komen we hier aan, 8 jaar in een asielzoekerscentrum gewoond. Die in die 8 jaar tijd ook is van 10 keer verhuisd. Van ene centra naar andere centra. Ja. En, maar dat maakt je wel tot wie je bent. Natuurlijk heb ik mijn mankementen. Dat heeft iedereen. Zeker. Alleen ik accepteer me zoals ik ben. En ik ben van mezelf gaan houden. Dat is heel belangrijk. Dat was heel lastig. Want dat was eerst lastig? Ja. Nou ja, kijk, ik was een moederskindje. Op een dag kwam ze niet meer terug. En dan was ze weggegaan. En, wat is de reden? Ja, maar een beetje iets te Nee, klaar, ja, gewoon kijk, oorlog, trauma's, et cetera. Ja. Het was te veel voor haar. Ze kon het allemaal niet meer hebben. Het heeft me wel gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben. En dat maakt het wel moeilijk in de liefde. Wauw. Hier is dan nog een klein puntje dat me opviel. Samee staat op het punt om best wel belangrijke informatie te geven voor Sylvia. Want ze is aan het ontdekken of hij een potentiële partner kan zijn. Namelijk wat hij moeilijk vindt aan de liefde. Waar die mee worstelt. En in plaats van dat Sylvia hem hier laat uitpraten. Zodat ze kan horen wat die man, Samee heeft gewoon een naam, zegt. vult ze het al voor hem in? Omdat je toch hier wilt... En vertrouwen. Ik denk dat dat heel moeilijk voor jou is. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat Samee ging zeggen. En het zou inderdaad kunnen dat vertrouwen, aan de hand van alles wat hij heeft meegemaakt, en vooral de situatie met zijn moeder, dat het inderdaad om vertrouwen gaat. Maar op dat soort momenten die persoon laten uitspreken, geeft je heel veel informatie. Maar ook, het is niet fijn als iemand, wanneer jij een diep inzicht uit jouw leven gaat delen, dat iemand je dan onderbreekt. Je wilt uitpraten en het gevoel dat de ander echt luistert, in plaats van dat ze al bezig zijn in hun hoofd met een antwoord te geven. Het is een klein ding in de hele context van dit gesprek, vind ik dat Sylvia heel mooi ruimte bood aan Samee, zodat hij zijn verhaal kon doen. Maar het is wel iets wat me opviel. Ik ben blij dat hij dat met mij heeft willen delen. Ik heb diep respect voor die jongen. Echt waar, het is een heel mooi mens. Ja. Hij is niet zoals dat hij lijkt dat hij is. Als je hem zo ziet, denk je, oh, een stoere bink, hè? Hoe die gekleed is. Zo zie je maar weer dat niets is wat het lijkt. Hè? Ik heb bij jou geen beeld gehad van... ik zie gewoon een knappe, leuke jongen met een hele mooie lach en prachtige ogen. En ik heb echt geleerd dat ik echt ook open moet staan om mensen te leren kennen nu. Ja. Precies dit wat Sylvia hier beschrijft, maakt het daten af en toe ontzettend lastig. Want Samee heeft waarschijnlijk ook echt die stoere binkkant. Net zoals die andere onderdelen van zijn persoonlijkheid heeft. Is hij heel lief met familie? Of is hij ontzettend aardig naar daklozen toe? En maakt hij daar hele praatjes mee? Wat een hele mooie, lieve kant, een empathische kant kan zijn. Maar dat neemt niet weg dat elk mens ook nog steeds een schaduwkant heeft, waarin dingen zitten waar we minder trots op zijn en waar we aan kunnen werken. Maar ook misschien bepaalde kanten van zijn persoonlijkheid die minder mooi zijn. En het kan zijn dat wanneer je ook een heel sterk ontwikkeld ego hebt, dat zich bijvoorbeeld in relaties en liefde heel erg uit, dat je soms minder goed omgaat met mensen in die specifieke romantische relaties ten opzichte van hoe je bijvoorbeeld met je familie bent of hoe je op werk bent. Nou, waarom vertel ik dit? Iemand kan een hele goede broer, vader of collega zijn en jou toch niet goed behandelen.
Maar als jij dan je doodstaart op het feit dat hij zoveel mooie kanten heeft, dat je blind wordt voor de behandeling die iemand jou geeft, dan kun je jezelf in een situatie houden waarbij je jezelf tekort doet. En dit is niet persoonlijk op Samee bedoeld, want ik ken hem verder helemaal niet. Maar het is weer een stuk context wat ik hierin meegeef, omdat ik het wel vaak zie. Dat de mooie kanten van iemand als rechtvaardiging worden gezien voor de lelijke kant. Elk mens heeft moeilijke kanten. Elk mens doet soms dingen in het verleden waar ze later niet trots op zijn. Waar je vooral op wil letten is, hoe gaan ze om met die dingen waar ze niet trots op zijn? Hoe praten ze over hun schaduwkant? Hoe praten ze over hun minder mooie eigenschappen? Over het leed dat ze hebben meegemaakt in hun leven? Als ze daar verantwoordelijkheid over nemen en tot inzichten komen op het moment dat andere mensen hen feedback geven en hun gedrag daarop aanpassen, dan zijn dat de kwaliteiten die het alsnog een goede partner maken. Vaak wanneer mensen zichzelf verliezen in slachtofferschap en in een verhaal van, ja, dit is mij allemaal overkomen, dus ik kan ook niet anders. Daar wil je voor oppassen, omdat dan de nare dingen in iemands leven als rechtvaardiging gebruikt worden voor de behandeling die ze jou geven. En wat ik zo krachtig vind aan Samee is, ja, hij erkent dat hij ergens wellicht een soort slachtoffer was in die situaties. Het feit dat ze moesten vluchten uit Afghanistan, achter een asielzoekerscentrum zaten, dat zijn moeder zomaar is weggegaan. Maar hij draagt dat niet als slachtofferschap. Hij laat zijn oude verhaal niet definiëren wie hij vandaag de dag is. Dat vind ik ontzettend krachtig en dit verhaal is mede naar buiten gekomen omdat Sylvia de omgeving bood waarin Samee zichzelf kwetsbaar durfde op te stellen. En hiermee creëert Sylvia dus zelf een liefdescultuur waarin ze een diepe connectie met iemand kan ontwikkelen. Diepe connectie is natuurlijk maar één van de ingrediënten, pilaren hoe je het ook wil noemen, van een gelukkige relatie. Zo is er ook diepe aantrekkingskracht, maar ook oppervlakkige aantrekkingskracht, een chemie met iemand ervaren. Uiteindelijk wil je dat er verliefde gevoelens ontstaan, dat iemand ook klaar is voor een relatie en jullie je toewijding en commitment uitspreken en jullie uiteindelijk een blijvende, gelukkige, liefdevolle relatie krijgen. En als dat iets is wat jij ook wil, omdat je wellicht nu aan het daten bent met iemand, maar niet helemaal lekker gaat, of wie weet ontmoet je sowieso geen mannen met wie je echt verder komt in de datingfase. Misschien zit je al in een relatie en heb je zoiets van, ja, ik heb het gevoel dat hier meer geluk in kan zitten. Dat we een beetje in een sleur zijn teruggekomen, of wat het ook is. Download dan het gratis e-book De Drie Schakels van het Mannenbrein, waarbij het je de drie pilaren geeft van een gelukkig liefdesleven. Daarmee kun je jouw eigen liefdescultuur creëren waarin je een man kunt uitnodigen. En dit is wat je ook echt aantrekkelijk maakt en wat je uiteindelijk een liefdevolle relatie oplevert, omdat als jij meegaat in het momentum van de hedendaagse datingcultuur, is datgene wat je krijgt niet altijd wat je wil. Je komt vaak bij scharrel, friends with benefits, relaties uit. Maar als jij echt gaat staan voor wat je wil, voor wie jij bent, dat vanuit zelfvertrouwen en eigenwaarde durft te uiten ten opzichte van een man, zal je mannen gaan aantrekken die daarmee resoneren. Die zoiets hebben van, ah, oh, wat een verademing. Dit is wat ik ook wil. Dit voelt goed. De versie van mijzelf die ik ben in het contact met deze vrouw, dat maakt me gelukkig. En dat is ontzettend goed mogelijk, maar je hebt wel zelf de verantwoordelijkheid om dat te creëren. Het e-book stuur ik geheel gratis naar je toe. Het enige wat je hoeft te doen is hem te downloaden. Het kan door simpelweg hier te klikken of op de link in de beschrijving te klikken. Vul je e-mailadres in en dan krijg je die van mij. En mochten er nou nog fragmenten zijn waar je van zegt, oh Matthijs, ik vond het ook nog interessant aan de Bachelorette of aan een ander programma, laat het me natuurlijk weten in de reacties. Geef de video een like, daar help je dit kanaal ontzettend mee. Dat is ontzettend fijn. Krijgen meer video, meer mensen deze video te zien. Misschien krijgen video's deze video ook te zien. Als de AI eenmaal intelligent genoeg wordt om zelf ook video's te kijken. Misschien dat video's dan ook wel mijn video's gaan kijken en ook een gelukkig liefdesleven verkrijgen. Dus als jij voordat de robot-apocalypse uitbreekt aan de goede kant, hoe zeg je dat? Een wit voetje wilt halen alvast bij de technologie, helpt het dus ook om deze video te liken. Daar zullen de toekomstige AI-video's jou weer voor bedanken. Ik denk dat ik nu heel veel mensen kwijtraak met deze laatste paar zinnen die mij niet meer kunnen volgen. Dus ik ga de video hier ook beëindigen. Tot in de volgende video. Doei doei. Veel liefde en een dikke kus. Die heb je dan ook nog even te pakken. Ciao. I